Yo mensen van Skos Gaming, welkom bij weer een nieuwe commentary. Wat jullie hier straks gaan zien zijn twee Assault Moabs. En ik ben hier niet alleen, ik zit hier samen met mijn oma. En hallo oma, stel even voor zou ik zeggen. Hallo Tim, ja, ik ben oma. En waarom is oma hier? Wel, het is vandaag moederdag. En de moeder van de moeder werd ik ook uitgenodigd. En weet je wat ik zo geweldig vind? Tim, mijn kleinzoon, die gaat vanavond het eten maken. En toen zei ik, Tim, wat krijgen we dan? Toen zegt hij, oma, krokodil. Ik zeg, wat zeg je me nou, krokodil? Ik zeg, in plaats van dat ik door de krokodil gegeten word, ga ik de krokodil eten. Nee, dat overleef ik niet hoor, Tim. Ja, oftewel oma, die is helemaal bang geworden van de krokodil. Dus ja, eigenlijk kan ik haar dat natuurlijk nog niet moeten verklappen. Maar uiteindelijk heb ik gezegd van, ja, die krokodil, ik maak wel een bordje tonijn voor u. Dus dat vond ze wel lekker. Maar vertel oma dat de beste kijkers even weten met wie ze nou eigenlijk praten. Van, hoe oud bent u eigenlijk? Nou, misschien schrik je daar wel van, maar ik ben 88. Dat heeft ook zijn voordeel hoor, want ik heb laatst een stoel gekocht, weet je wel, zo'n lekkere luie stoel. En dan kreeg je het aantal jaren maal 5 euro kreeg je een cadeau. Goed hè? Zo, dus 88 keer 5 heeft u gewoon korting gekregen. Dat is natuurlijk wel een hele hoop. Ja, nou ja, goed, maar hoe heet dat? Dat heb ik toch weer gespaard, hè? En dat kan ik dan weer aan mijn kleinzoon geven als die mijn auto wast, weet je wel? Ja, dat begrijp ik. En de tuin wast, of de tuin wast, de tuin wiet van onkruid natuurlijk. En andere kleine klusjes doet. Even wachten, even kijken of die het... En om maar even op iets anders uit te komen. Ik hoorde dat u een iPad wilde gaan kopen. U denkt, ik ga mee met mijn tijd of zo? Nou ja, ik wil wel met mijn tijd meegaan, maar weet je wat het ook is? Ik heb zo'n oud krengetje van een computer en daar kan ik niet op e-mailen, dan gaat altijd alles verkeerd. En toen zei mijn kleinzoon, oma, je moet een iPad nemen. Ik zeg, nou Tim, als jij me er dan les op gaat geven, oké. Ja, eigenlijk zei ik dat als grapje natuurlijk, kijkers, van een iPad nemen. Ik zat een beetje te giechelen natuurlijk, van dat gaat ze toch niet doen. Maar hij heeft ze echt serieus genomen van, laten we toch lekker een iPad kopen. Dus nou zit ik er gewoon aan vast. Nou ben ik de bijlesleraar van mijn oma straks in alle technologische zaken. Dus daar ben ik lekker mee. Ja, hij is er wel lekker mee, maar ik ben er ook lekker mee. Want als je zo'n kleinzoon hebt die jou daar zo op wijst maakt, ja, dan kun je nog eens van die experimenten gaan doen, hè? Ja, uiteraard. Ik kan nu van alles vertellen natuurlijk over de iPad, over de functies daarvan. Maar ja, die functies die zijn toch wel heel erg breed. En wat bent u van plan allemaal met die iPad te gaan doen? Nou, als ik misschien een woord niet weet van mijn kruiswoordpuzzel, kan ik hem misschien opzoeken. En ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat alle mogelijkheden zijn. Maar dat ga ik van mijn kleinzoon leren hoor. Ja, nou ja, alle mogelijkheden. Natuurlijk, er zitten heel veel mogelijkheden op. Maar ja, wat wilt u dan met name gaan doen als plaatsvervanger van de computer eigenlijk? Nou ja, maar kijk, zo'n oud omaatje hoeft er ook niet alles mee te doen. Als ik maar kan googlen en als ik maar, een sms kan versturen. Hè? Een smsje doet u op uw telefoon, hè oma? Dat weet u toch wel? Dat heb ik u geleerd. Oh ja, natuurlijk. Het had een e-mail moeten zijn. Ja nou, Tim, ik vergeet het nooit meer. Een e-mail, dat is uiteraard natuurlijk op de computer. En een smsje doet u op uw oeroude Nokia-telefoon. Wat dacht u er eigenlijk van? Misschien een smartphone aanschaffen? Weet u wat dat is? Nee, dat weet ik niet wat dat is. En ik denk ook niet dat ik dat ga doen, want dat overleef ik allemaal niet. Dat overleeft u niet? Nou, dan ga ik net een beetje gezellig met mijn oma een beetje WhatsAppen en mijn oma af en toe een porretje geven en een beetje twitteren. Nou, je twittert maar lekker met al je vriendjes en vriendinnetjes. Maar dit oude mensje, die gaat niet zo ver hoor. Die trekt dat niet. Oh, nou ja, om maar even op iets anders ook nog terug te komen van wat u natuurlijk met wat uw hobby's zijn. Om ook maar even weer een beetje verder te introduceren. Is ja, wat doet u als hobby? Nou, als hobby, zoals ik al zei, kruiswoordpuzzelen, maar ook mijn tuin en wat hobby ik nog meer. Ik heb het toch eigenlijk erg druk op mijn eigen manier, want ik moet boodschappen doen enzovoort enzovoort. En ik lees en zo is de dag voor mij altijd vlug voorbij. Ah, nou, ik heb eigenlijk wel, door dat u wel heel erg gekluisterd zit aan uw
puzzelboekje altijd. Hoe komt dat? Bent u stiekem een beetje verslaafd aan puzzelen? Nou, ik doe ook nog een hele hoop andere dingen hoor. Ik vind dat mijn kleinzoon me nu wel een beetje... Maar goed, het is wel zo dat ik dolgraag puzzel. Want dan kan ik allerlei andere dingen vergeten. En ja, en ik vind het leuk om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, soms loopt het uit de hand, hè. En dan is de tijd al voorbij dat ik had moeten gaan koken. Dus ik kook dan wel, eet wel dan heel laat zo'n avond, hè. Even kijken of die... Maar dan heb ik hier misschien wel een hele goede reden voor u om een iPad aan te schaffen. Want eigenlijk vind ik toch wel dat u een beetje verslaafd bent door aan het puzzelen. Want altijd als ik u zie, bijvoorbeeld bij ons op de bank, dan bent u al druk kruiswoordpuzzeltjes aan het maken. Maar ja, dat zegt u omdat u af en toe niet even goed die antwoordjes kan opzoeken. Maar met een iPad, dan is er eigenlijk al die problemen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Waarom? Dan kan je al die antwoorden opzoeken. Wat dacht u daarvan? Nou Tim, wat ik daarvan denk? Ik denk dat ik dan aan de iPad verslaafd raak. iPad verslaafd? Nou ja, dat zijn er wel meer mensen. Maar ik kan natuurlijk ook, om die verslaving nog een beetje aan te sterken, allemaal spelletjes voor u op installeren. Wat dacht u daarvan? In plaats van kruiswoordpuzzeltjes spelen, gaat u eens nuttige schietspelletjes spelen. Oh, nou ja, daar moet ik nog eens over denken hoor Tim. Nou, dat zullen we dan tegen die tijd wel zien. Dan kom ik eigenlijk een beetje bij de volgende vraag. Want wat vindt u nou eigenlijk van de jeugd een beetje van tegenwoordig? Vindt u, net als alle andere oude mensen, wat je eigenlijk een beetje als beeld krijgt van verschrikkelijke jeugd van tegenwoordig, die voeren helemaal niks uit, et cetera? Of staat u daar toch anders in? Ja, daar sta ik anders in. Want ik vind dat er nog zoveel goede jongens en meisjes zijn die eromheen zijn. En dat we een paar aparte figuren hebben. Ja, dat heb je door de eeuwen heen. Maar jongens, ga maar door zoals jullie nou bezig zijn. Maar wel op de goede manier, hè? Ah, en u zegt dan, ja, heel goed, dat de meeste mensen gewoon zijn hoe het zou moeten. Maar de vage figuren, wat verstaat u onder de vage figuren? Zijn dat de mensen die, zeg het maar... Nou ja, je hebt van die figuren die het zo nodig vinden om een ander eens even van de fiets te trekken en dan eens eventjes lekker een beetje te schoppen en dergelijke. Of ja, zo heb je nog wel eens meer, de krant staat er vol van. En daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat de mensen elkaar een beetje lopen te schoppen. Nee, dat kan ik me natuurlijk voorstellen, dat is niet de bedoeling. Maar gelukkig, is het grotendeels van de mensen zijn wel goed in uw ogen, hoor ik net. Dus daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee dat er toch nog minstens één omaatje is die daar heel anders over denkt. Maar over gewelddadige dingen gesproken, maar over de fiets, nou, van de fiets aftrekken. Die spelletjes die we spelen, wat u hier ziet is Call of Duty, dat is schietspelen. Een schietspel, ik schiet allemaal andere mensen dood die eigenlijk helemaal niks verkeerd hebben gedaan. Nou, wat vindt u daar nou eigenlijk van? Nou, ik vind, zolang je dat toch maar doet hier op die computer, dan denk ik, nou ja, Suda. Maar, Suda? Wat is Suda? Nou ja, laat maar zitten is dat. Oh. En, maar ik vind, ik word er gek van hoor, als ik al die bewegende dingen zie. En dus dat, daarom ben ik daar helemaal niet zo dol op. Maar u heeft helemaal geen problemen met die computergeneratie van hoe we ook wel worden genoemd eigenlijk. Nee hoor, laat die maar lekker op hun eigen manier hun gang gaan, zolang ze het maar goed weten te interpreteren. Hè? Ja, dat ze het niet in het echt gaan doen, bedoelt u? Ja, dat bedoel ik, Tim. En die schietspelletjes uiteraard allemaal heel erg slecht, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen verslaafd aan zulke soort spelletjes. En vroeger gingen we nog wel eens... voetballen of zo. En misschien doen we dat nu wel veel minder. Wat vindt u daar nou van? Ja, dat vind ik wel jammer hoor, want het is juist zo goed om lekker buiten te zijn. En als je dan kwaad of erg iets bent, dan ga je lekker een keiharde trap tegen die voetbal geven. En je spreekt nog andere mensen. En alleen aan die computer, nee, ik geloof niet dat dat goed is. Ah, ik heb een microfoontje op mijn computer, oma. En daar kan ik ook tegen andere mensen praten. Dus ja, eigenlijk is dat toch een beetje hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Maar ja, goed... ik vind, als je de mensen ziet, dat is toch wat anders dan dat je maar via die computer zit te
kletsen. Tegen de computer zitten kletsen. Ah, dus u vindt het eigenlijk ook een beetje een slechte zaak van WhatsApp. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een chatprogramma op je mobiel. Ja, eigenlijk zitten we dan met z'n allen in een groepschat. En dan hebben we een feestje in de groepschat eigenlijk. Nou, vindt u dat gek? Nou, ik vind het niet gek. Maar ja, de tijden veranderen. Dus jullie vinden dat misschien erg leuk. Dus dat moet je dan doen. Nou ja, u staat er in elk geval heel erg nuchter in, als een echte nuchtere Hollander. Dat is hartstikke mooi natuurlijk, zo herken ik mijn omaatje die het allemaal helemaal prima vindt. Waarom mijn ouders maar zo, die vinden het niet altijd even goed. Die keuren toch nog wel net iets te vaak af. Heeft u ze dat geleerd, oma? Nee, maar vaders en moeders die zijn altijd eigenlijk veel strenger dan opa's en oma's hoor. Dat zit zo in de genen. Ja, dat is zeker waar. Als u stopt me bijvoorbeeld helemaal vol met lekkere koekjes en snoepjes, terwijl mijn oma, of mijn moeder bedoel ik, nou, dat eigenlijk helemaal niet goed vond. En dat is eigenlijk toen ik jong was natuurlijk, dat u lekkere koekjes maakt voor mij of zo. Vindt u niet dat u dan heel erg afwijkt van mijn ouders? Is dat een beetje rebels eigenlijk zelfs naar mijn ouders toe, om er tegenin te gaan? Nee, dat is het niet hoor. Maar oma's vinden het altijd leuk om een kleinkind nog een beetje te verwennen. Hè? Maar ik geef hem niet alleen koekjes hoor, want dat vind ik slecht voor zijn gebit. Toch wel. Ik hoor je bijna aan belofte, want niet alleen maar koekjes. Wat gaat u dan zoal nog meer voor me maken? Ik ga niks maken, Tim. Ik ga iets geven. Ik denk dat je dat ook veel leuker vindt. Wat geven? Waar dacht u dan aan? Eten? Nee, helemaal niet eten. Maar ik ga lekker niet alles zeggen hoor, wat ik je ga geven. Want dan denk je maar dat je alles krijgt. Nou ja, over eten geven en alles. Ik denk dat ik maar eens aan mijn krokodil moet beginnen. Want zoals u weet is het vandaag, in elk geval wanneer ik de commentary opneem, is het dus moederdag. Dus eigenlijk moet ik maar eens aan mijn gerecht gaan beginnen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat zou een heel goed voornemen zijn van je hoor, Tim. Als ik maar met de krokodil helemaal even stilletjes aan tafel mag zitten en niet hoeft te hap, hap, hap. Ik zal maar een krokodilletje voor, of een krokodilletje, een konijntje dan voor u maken. Nou, bij deze was deze commentary met mijn oma. Thumbs up, als je het leuk vond. Like het. Comment als jullie het leuk vinden. En share zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Misschien komt er nog een keertje een dual commentary met mijn oma, maar dat laat ik dan bij die weten. Zeg ik bij deze later.